Drie jaar, 73 dagen, 4 uur en 26 minuten heeft het geduurd. Ik heb het allemaal bijgehouden, ja. Ja, een behoorlijke tijd is het geweest. Zeker weten. Wat gaat er dan allemaal door je heen als je langs die zijlijn staat en je erin mag? Heel weinig. Daar was ik zelf heel verbaasd over. Ik stond langs de zijlijn, ik was heel rustig eigenlijk voor mijn gevoel. Ik keek één keer naar boven, ik dacht oké, dan gaan we weer. En ja, ik zat er eigenlijk voor mijn gevoel wel snel in. Was je verbaasd dat je al zo vroeg mocht? Ja, natuurlijk. Dus je gaat ten koste van een blessure, kom je in het veld in. Dus ik was wel verrast op dat moment. Want ik had het niet, als je niet start, ja, dan verwacht je niet dat je de eerste helft al invalt. Maar misschien is het ook wel goed geweest dat het op deze manier is gegaan. Volledig vrij ook in je hoofd? Nergens bang voor geweest? Nee, ik heb het niet het gevoel gehad dat ik in moest houden. Ik had wel het gevoel in de 90ste minuut dat ik alles af kon scheuren. Maar dat was vooral vermoeidheid. Maar nee, ik voelde me goed. Eén moment dacht ik eventjes, oeh. Dan is de focus volledig gericht op je knie. Krijg je een duwtje in je rug. Was dat bij die corner tegen? In het 16 meter gebied. Ik kreeg een tik bij mijn ademsappel, dus ik kreeg even geen lucht. Mijn knie heb ik volle vertrouwen in nu inmiddels. Ja? Ja, gelukkig wel. Hoe voelt het om weer voetballer te zijn? Ja, dat is heel lekker, maar ook heel zwaar moet ik zeggen. Dat zal begin natuurlijk, had ik wel verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Maar ik ben natuurlijk ongelooflijk opgelucht, blij en kijk met heel veel plezier vooruit wat er komen gaat. Komt ook alles er dan uit aan zo'n fluitsignaal? Ja, zeker. Ik had wel even een ontlading na de wedstrijd, ja. Je gaat de wedstrijd natuurlijk, je weet dat je bij de selectie zit, dus je verwacht van oké, ja, misschien komen die minuutjes nu. Daar kijk je heel erg naar uit, maar het is natuurlijk ook een traject van 3 jaar wat je afsluit. En, gisteren even met mijn vriendin over gehad en je speelt heel die film natuurlijk in je hoofd af van oké, dit is de afgelopen 3 jaar allemaal gebeurd. En, veel negatieve dingen, veel gedacht van oké, moet ik dit nog wat doen? Heeft het nog wat zin? Gaat het wel goed komen? Maar ook heel veel momenten dat ik echt positiviteit kon vinden. En dat kwam zeker ook door de mensen die dichtbij me staan. En ja, dan sluit je die wedstrijd dan af en het is goed gegaan. Dan denk je, ja, weet je, je hebt het voor gedaan. Is het die 1168 dagen waard geweest? Ik vond het wel heel lang. Dus het moet niet nog een keer gebeuren. Maar nu voelt het zeker. Geniet ervan. Dankjewel.